Ik ben fan van, omwille van twee redenen. Ten eerste omdat dit een kunstwerk is die ik zeg maar dagelijks bewonder. Omwille van het feit dat mijn bureau er helemaal boven staat. Ten tweede omdat Panamarenko er hierin slaagt om een evenwicht te houden tussen oogschijnlijk een zeer zware structuur, maar die tegelijkertijd ook vederlicht moet blijven. En het is, laat ons zeggen, poëtisch. In de zin dat het een perfecte combinatie is tussen kunst, maar ook techniek. Bovenop het eiland structuur, die in feite bestaat uit twee kleuren. Blauw, die op zich al een schone kleur is, maar tegelijkertijd ook het grijze, het aluminium, het metalen. En dat zijn in feite 3500 zonnepanelen. Ja, en dat geeft natuurlijk al de kracht weer die ervoor zorgt dat de grote rotor, die je daarboven ziet, kan draaien op een elektrische kracht die verwekt wordt door zonne-energie. Het doet me soms een beetje denken ook aan de onweerlegbare drang van de mens om steeds verder te gaan, zeg maar in dit geval om te vliegen. En daar ook mee gepaard de hoogmoed soms, of zeg maar de overmoed die daarbij komt kijken. Lionel Bajard, Open VLD, Vlaams parlementslid voor Brussel. En ik heb gekozen voor het vliegende eiland van Panamarenko.